Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Boven het eh, noorden van het land komen nog wel wat opklaringen voor. De rest van het land hebben we vaak dikke sluierwolken, hoewel de zon er ook wel af en toe wat doorheen schijnt, vooral in het midden van het land, maar in het zuiden is de bewolking echt duidelijk dikker. Vanochtend temperaturen van 6 tot 8 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanmiddag wordt het 10 tot 13 graden en dan is de wind over het algemeen matig en wordt steeds meer noordelijk van richting. Bewolking krijgt op veel plaatsen de overhand, maar het is nog wel vrijwel overal droog. Misschien dat er vanavond in het uiterste zuiden een spatje motregen valt. Vanavond hebben we dan temperaturen van 7 tot 10 graden en de wind, die wordt ook wat sterker, wordt vrij krachtig langs de kustwindkracht 5. Morgen een stevige noordelijke wind van het noorden uit een paar opklaringen. De zon schijnt dus af en toe, maar er trekken ook wat buien over het land en het wordt maar 8 of 9 graden. En die lage temperaturen hebben we ook op de zondag 7 of 8 graden buien met kans op onweer hagel erbij en een stevige noordwestenwind. De kans op hagel en onweer wordt maandag en dinsdag eigenlijk alleen maar groter. En het blijft ook deze dagen zeer fris met 7 of 8 graden waar een graad of 15 normaal is. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.